Wat kan ik er aan doen als je zij het verkeerd verstaan, hè? Ja, Luc, jij kunt eraan doen, want jij zit er al heel de avond een soepje van aan het maken. Wat een soep ging op 30 maart 2012 in première. Deze productie bracht de duo Kaals en Van Voren na 7 jaar weer samen op de planken. Het startschot van een leuke samenwerking. De samenwerking is plezant. Jawel, jawel. Het is precies die weg geweest. Oh, Luc, jongen. Ik ben blij dat ik er zit. Kom hier, kom. Oké, er zit 7 jaar nu tussen, maar precies 7 minuten. Ja, dat is... Zeg, dat is lang geleden, man. Ja, dat is veel te lang geleden. Oh, ja. We hebben 10 jaar sketches gedaan in shows en revues. Heel veel opgetreden ook samen. Ja, lijkt of dat ze dat zeggen bij ons, de boer op. Schnabbels gaan doen, ja. Links en rechts. U moet omkleden in een koeienstal, dat hebben we ook meegemaakt. Ja. In een telefoonkotje achter een feesttent in Vlaanderen. En achteraf zeiden we altijd, en we hebben het toch maar gedaan. Voilà. Ondertussen raad ik haar. Naar het rondpunt in Wommelgem en de stoptraaf van een 18e auto. Ja, dat is niet zo goed, zinnelijk. We zijn nu met wat de soep op tour en dat is toch altijd spannend. Omdat je dan eigenlijk in theaters terechtkomt waar het net altijd iets anders is dan het vertrouwelijke theater Elkerlijk in Antwerpen. Er zijn andere coulisses, de grootte is anders, de kleedruimtes zijn anders. En dat is natuurlijk wel fantastisch dat we nu op die manier de mensen kunnen amuseren met een toneelstuk. Ook iets wat we nog nooit gedaan hebben. En geen kleine toe, we zijn toch 23 keer dat we in verschillende theaters komen. Dat is goed, hè? Is dat goed, hè? Ja, elke keer in een ander theater. Allee, dat is precies zo'n circusfamilie. Hè? Ja, ja. De Nico die komt hier dan toe met Luc, onze techniker. Ja. En die beginnen dan te bouwen aan het decor. Dat is het hardste werk natuurlijk. Want als we dan ergens maar 1 keer spelen in een theater, wat veelal gebeurt op tour, ja, dan wil dat eigenlijk zeggen dat we na de voorstelling ook heel die huiskamer terug moeten in elkaar plooien en in de vrachtwagen duwen. En ja, dat zijn... Ja, late uurtjes dan. Hè. Ja, en je begint natuurlijk met het ontwerpen van een makkelijk decor dat goed voor reisvoorstellingen is, maar toch, het leidt toch eronder. Hè. Dat is, je kunt dat niet wegcijferen, hier en daar eens een beetje bij retoucheren. Met een bos is daarover gegaan en dit en dat. Ja, dus... ja, hoort dat ze nog bezig zijn. Het staat nog niet allemaal recht zoals dat zou moeten rechtstaan. Maar ja, dat komt wel in orde. Hij boort goed, dus... Dit is een goede boerder. Als we straks hier dat ik blijf hangen op een pinnik of zoiets, dan zal het iets langer duren. Wat hier is goed. Het laatste paneel staat recht. Dank u wel. Wat de soep is een klassieke situatiecomedy, waarbij dat we in de meest bizarre situaties terechtkomen en voor oplossingen moeten zorgen, want... het klassieke gegeven, de vrouw mag niet weten dat de man iets mispeuterd heeft. José! José, ik was juist even... ik zie dat. Dat is iets wat de mensen graag zien. Ofwel omdat ze zelf in die situatie terechtkomen. Of omdat ze het leuk vinden om iemand anders zijn leed te zien. En daar gaat het eigenlijk altijd om. Comedy is een drama eigenlijk omgekeerd. Ja. En wat voor sommige mensen wel vreemd leek, zo, maar voor ons niet. Wij hadden onze namen. Dirk is Dirk en Luc is Luc. Maar voor de rest, het is niet autobiografisch gemaakt. Nee. Maar het is leuk voor mensen die vroeger onze shows gezien hebben, om nu eigenlijk Luc en Dirk in een andere situatie te zien. Wat dan op ons gecapteerd is. Die spreken over de revues van vroeger in het Witte Paard, in Blankenbergen, in de tent, met de balletmeisjes. En daar begint het dan fout te gaan, ben ik. Zit er een zwak voor? Ja, ik zit een heel zwak. Ja, en zeker voor Hollandse balletmeisjes. Ja, de verleiding is soms zo sterk en het vlees is zo zwak. Ja, en hij heeft veel vlees, hè. Daarom ben ik ook zo zwak. Vogelenzang? Oh, ik kan niet wachten om die vogelenzang te zien.
Ja, en ik kan niet wachten om Trompen in Wommelgem te zien. Ik zou zeker was niet mogen vergeten. We zijn heel blij ook met zo'n drie toffe dames. Ja, ja. Ja. Ja, mijn vrouw wordt gespeeld door Karin Jacobs. Echt een top zo, ja. Echt een toffe actrice ook zo. Ik heb de waan. Dat is goed gedaan, schat. José! Zeg, hoe zult jij net er juist? Gaan ze al terug? Ja, wat dacht u dat ik die waan in Bourgogne was gaan halen? Jouw lief, hè? Nou, lief vrouw. Ja, mijn vrouw, mijn nieuwe vrouw. Ja. Allee, want dat wordt ook duidelijk in het stuk. Het wordt gespeeld door Brit van der Borgt. Mijn Britje is een schat om mee te werken. Die heeft ook een vis comica. Die komt op het podium en de mensen zitten al... Ja. Achter het podium ook, hè? Ja, voilà. Allee. Oei, ik voel me plots weer zo oei, jalle. Ja. En dan natuurlijk, ja, boek, ja, die een beetje alles in de soep laat draaien. Ze kan het niet ontdoen, maar ze komt ook uit Nederland. Dat kan ze voor de rest ook niet aan doen. Die maakt wel zijn fout. Als ze er geraakt, met verkeer. Ja. Het is niet waar, hè? Het is iemand die ervaring heeft met musical, als danseres, als actrice, maar die eigenlijk nog nooit een comedy gedaan heeft. Maar ze heeft gevoel voor timing, wat heel belangrijk is voor dit soort theater. En ze ziet er goed uit. Hè? Ja, ja. Yo. Even opfrissen. Ah. Ja. Allee, we zijn blij dat de mensen deze dvd gekocht hebben, want het is ook heel leuk om een publiek op te bouwen die niet naar het theater komt, maar die wel de dvd gekocht heeft en die nu eigenlijk voor zijn televisie thuis in de zetel een soort avondje theater beleeft. Dat is voor ons leuk, we weten dat het dan ook goed moet zijn. En want ze zitten er natuurlijk met de neus op en als het niet goed is, dan... zappen ze ons weg. Maar, het voordeel is natuurlijk, ze kunnen elke dag opnieuw, hè. Ja, dat is waar, ja. We blijven genieten, hè, zo'n dvd. Ik heb altijd het gevoel gehad, zowel met Dirk ook zo, hetgeen we vroeger gedaan hebben, dat die dromen altijd uitkwamen. Dus wij hebben vroeger gedroomd van onze shows, we hebben een shows kunnen doen, we hebben revues kunnen maken. Nu zijn we met dat toneel, en ik kreeg in mijn achterstok al zo, in mijn achterhoofd gehad van, ja, dat moeten we toch eens kunnen doen, en we zijn er nu mee bezig. Voilà. Zo, ja, het eerste wat ik nog wil zeggen, veel plezier, hè. Veel plezier met Wat een Soep. En wij gaan er een soepje van maken en Luc zorgt voor de balkjes, hè? En dat zijn ballen.